zoals je hier kan zien, zie je hem al, categorie 5. En categorie 5 is het eer-oor-eur-woord. Nou, dat eer-oor-eur-woord is een beetje gek misschien als je dat zo hoort. Omdat je denkt, eer-oor-eur, dat zijn er al 3. Dat is toch niet 1 woord, dat zijn woorden. Hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga het je vertellen. Eer-oor-eur-woorden, dat zijn woorden die klinken een beetje anders dan dat je ze schrijft. Het zijn woorden die eindigen op eer, oor of eur. En als je goed luistert naar eer, dan hoor je eigenlijk de i en de r. Alleen bij eerwoorden schrijf je de e. En een woordje waarbij je dat bijvoorbeeld ziet, is het woordje beer. Ik heb hem hier alvast opgeschreven. Beer. Je hoort eigenlijk, als je goed luistert, hoor je dit, de i en de r. Daar lijkt het een beetje op. Maar je schrijft beer niet zo. Je schrijft niet beer. Nee, je schrijft beer. En dat is dus iets wat je moet gaan onthouden. Als jij een woord hoort dat eindigt op eer, moet je denken, dat is een eer-oor-eur woord. Dus er zit of eer in, of oor, of eur. En dan schrijf ik bij een eerwoord, schrijf ik de e. Oké, ik ga de regel even erachter opschrijven. Dus, eerwoord, ik schrijf een e. Ik schrijf een e. Nou, dan gaan we even naar dat oorwoord. Kijk, je zou kunnen zeggen, ik hoor de o en ik hoor de r. Ik hoor oor. Ik hoor, zou dan zijn, ik hoor. Maar je schrijft een o. Het is een eer-oor-eur-woord. En hier is het dus een oorwoord. Ik schrijf een o. Ik schrijf niet ik hoor, maar ik schrijf ik hoor. Het is een o. Ja? Oké. Okay. Eurwoord, bijvoorbeeld de deur. Dat is een eurwoord. Nou zou je kunnen zeggen, ik hoor toch eur, ik hoor een e en ik hoor een r. Dan is deur, schrijf ik dan toch zo, de deur. Nee, je hoort deur, het klinkt een beetje als de e, maar je schrijft het als de e. En dat ga ik nog één keer hier ook weer typen. Eurwoord, dat is dus de regel. Ik schrijf een eu. Dat zijn eer-oor-eur-woorden. Die heb ik nu dus eigenlijk alvast aan jullie uitgelegd. En nu gaan we ook nog even kijken naar het filmpje van Staal, waar ze nogmaals in terugkomen. We gaan eens even kijken wat voor mannetje, wacht even hoor, wat voor mannetje erbij is bedacht, of vrouwtje. Daar is die. Het lijkt of hij een soort slaapmuts op heeft. We gaan kijken. Ik ga hem lekker hard zetten. Komt ie. Eerwoord. Ik schrijf E. Oorwoord. Ik schrijf O. Eurwoord. Ik schrijf e. Eelwoord. Ik schrijf e. Hoorde je die? De laatste. Eelwoord. Nou, dat is er eentje die gaan we op school bespreken. Dus die ga ik niet verder in dit filmpje uitleggen. Die krijg je op school van mij. Het eelwoord. We gaan ons nu even concentreren op het eer-oor-eurwoord. Ik haal nog eventjes deze erbij. Kunnen we nog één keer kijken. En misschien kunnen we nog wat andere voorbeelden bedenken. Van andere woorden die ook eerwoorden zijn. Ik heb er eentje. En die ga ik optypen. Lees hem maar mee. Even kijken. Maak ik hem ook even rood. Zo. Het staat daar. Dit is ook een eerwoord. De speer. De speer. Ik schrijf niet
Speer. Nee. Speer. Het is een eerwoord. En ook hier geldt eerwoord. Lijkt wel of ik zeg eerwoord. Ik schrijf een E. Oké, een ander oorwoord. De, we maken hem weer rood. De poort is een oorwoord. Ik schrijf een O. O. En dit was de E. Oké. Nou, die E. Wat is daar het gebaar van? Even kijken of ik hem goed kan doen. Dit is dan het etje. Zie je hem? En dit is het utje. En samen is dat de E. Ik weet niet goed of jullie hem nu in spiegelbeeld zien. En anders moet ik hem misschien andersom doen. Misschien kun je hem dan echt lezen. Zien jullie nu ui? Of zie je hem zo? Ik weet niet precies hoe het werkt met de camera. Even kijken, nog een ander uurwoord. Ik. Kleur. Kleur. Ik hoor uur. Ik schrijf het niet zo. Uur. Nee, ik schrijf... De E. Ik schrijf een E. Zo. En dan moet dit natuurlijk ook weer even in het blauw, hè. We moeten wel consequent blijven. Zo. Hoppatee. Jullie hebben nu een nieuwe categorie geleerd. Je krijgt nog twee filmpjes te zien. Twee van die, een van die meesters en een van die juffen. Die nog een keer categorie 5 gaan uitleggen aan jullie. En knopen met je oren. Dan heb je weer een nieuwe categorie geleerd. Het gaat hartstikke snel. Je hebt nu 1, 2, 3, 4 en 5 geleerd. Hartstikke goed. Succes deze week met het oefenen met categorie nummer 5. Het eerwoord. Voor mij? Ja. Voor jou? Dankjewel. Goedemorgen, juffrouw. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Maar ik schrijf de E. Ik hoor de oor, maar ik schrijf de O. En ik hoor de eur, maar ik schrijf de E. Ken jij er nog meer? Hallo, ik ben meester Martijn. En ik ben meester Jeroen. Vandaag gaan we het hebben over het eer-oor-eur-woord. Het eer-oor-eur-woord? Dat zijn toch drie woordsoorten? Ja, dat klopt. Drie woordsoorten die passen allemaal in dezelfde categorie. En als je goed oplet, ken je straks de regels voor
alle drie de woordsoorten. Oké, dat zijn dus drie woordsoorten die in één categorie passen. Maar waarom horen ze bij elkaar? Nou, dat is eigenlijk omdat ze allemaal dezelfde soort regel hebben. Neem bijvoorbeeld het eerwoord. Ik hoor eer en ik schrijf E. Denk bijvoorbeeld aan beer. Beer. Ik hoor eer en ik schrijf E. En ook bijvoorbeeld bij peer. Peer. Ik hoor eer en ik schrijf E. Heel goed, meneer. Hé, hey, ik hoor eer en ik schrijf E. Oh, maar dan weet ik ook hoe het gaat met de oorwoorden. Bij de oorwoorden hoor ik oor en ik schrijf O. Bijvoorbeeld bij oor. Oor. Ik hoor oor en ik schrijf O. Ja, of denk aan kantoor. Kantoor. Ik hoor oor en ik schrijf O. En zo gaat het ook met eurwoorden. Ik hoor eur en ik schrijf E. Denk aan kleur. Kleur. Ik hoor eur en ik schrijf E. Ja, en scheur. Scheur. Ik hoor eur en ik schrijf E. Ja. En zo gaat het met alle eer, oor, eur woorden. Als je goed luistert, weet je hoe je het schrijft. Ik hoor eer. Ik schrijf E. Ik hoor oor. Ik schrijf O. En ik hoor E. Ik schrijf E. Dat was hem dan. Tot de volgende keer. Ah, weer een filmpje gemaakt. De regisseur zal blij zijn. Dat is meestal zo'n oude zeur. Tja. Zeg, wanneer ga jij weer naar het meer in Noorwegen? Nou, ik probeer over 14 dagen te gaan, maar ik moet eerst de vleermuis uit mijn schoorsteen halen. Wees gaat zo te keer. Ja, ik heb het een keer gehad met een eekhoorn. Wat een geur. Ja, dat is niet eerlijk. It's a wrap. Tegen die tijd zijn we al geveegd. Ik vond hem vrij goed, eerlijk gezegd. Ja, ik ook.